Wij zijn hier met de cast van We Will Rock You in Londen om daar alle hotspots, clean hotspots te gaan bezoeken. Eerste brug. Niet waar. Ik vraag jullie één ding. Als de Big Ben komt, dan moet ik een foto nemen. Als geloven ze niet dat ik met Pia Badouws in een bus heb gezeten. Ja, maar dan staat er nou toch ook niet op? De Big Ben. Ja. Daar gaat hij. Hij is mislukt nu al. Kensington Pub. Het is volgens mij een hele speciale spot van Queen geweest, want ik heb gehoord dat ze hier dus echt grote hits hebben geschreven en waar ze ook wel heel veel geruzied hebben en eigenlijk alles hebben bedacht om ja, te worden wat ze tot vandaag de dag nog zijn, iconen. Een studentenkroeg, Freddie Mercury schijnt hier een paar honderd meter vanaf te hebben gewoond, dus... Het is toch ook wel Engelse traditie om na school met je vrienden even naar de pub, even een pint pakken. En ik denk dat dat dan gewoon brainstorm sessies zijn geweest. En daar is dan toch wel iets fantastisch uit voortgekomen. All we hear is Radio Blaga, Radio Blaga. Allemaal een beetje begonnen met Queen, want Brian May die heeft hier gestudeerd en die speelde met zijn groep Smile hier. En toen kwam Freddie Mercury langs en die zei, dat vind ik wel leuk. En toen hebben ze hun eerste gig hier gedaan. Dus hier in deze ruimte is het begonnen. Okay, everybody, we're just coming up towards your hotel. I just wanted to say thank you ever so much. We gaan vanuit de Nederlandse kant bijna bij het hotel aan. Ze geloven nooit dat ik in Londen ben geweest. Eerste keer. Big Ben. Hier hebben we de Maalstrip in Horns Lake. Het draait al wel 45 jaar. En die Ivy is een van de bekendste restaurants die er zijn waar alle agenten en producenten altijd komen eten. We hebben hier de Dress Circle. En daar kopen alle musical sterren kopen hier een muziek. En dan komen we iets verderop, om de hoek komt dan Chicago waar ik gespeeld heb. Deze mensen die weten alles over het vak en dan kom ik hier en zeg ik wat is er nieuw, wat moet ik kopen en dan zeggen zij wat moet ik kopen. Ik ga voor het eerst gaan we We Will Rock You zien. Ja. Ik ben heel benieuwd, ik kan echt niet wachten, ik heb er zo'n zin in. Nou, ik hoor alleen maar de geweldige verhalen over dat het... Echt een rockconcert. Daar ben ik het benieuwdst naar. Of het echt het rockconcert is wat iedereen zegt dat het is. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb wel een paar favoriete nummers, ja. Eén daarvan is echt zeker I Want to Break Free. Ja, doe je dat dansje dan nog aan? Als ik I Want to Break Free ga zingen, ga ik niet met in een damespakje met een snor en een stofzuiger in mijn hand. En stiekem in je eigen huiskamer? Nou, iedereen heeft dat wel eens nagedaan. Dat is het leuke van Freddie Mercury, denk ik. Ik denk dat iedereen dat wel eens in zijn huiskamer heeft staan doen. I want to break free. I want to break free. We will rock it.
dit is niet normaal. Hier moet je echt naartoe dus, hè? Wauw. Fantastisch. Ongelooflijk. Wat een energie! Ontzettend stoer. Dit is vet. Weird!